Hoi, mijn naam is Hugo Kennis en leuk dat ik jou mag gaan helpen met het maken van deze heerlijke alcoholvrije tiramisu. En wat hebben we hiervoor nodig voor deze heerlijke tiramisu? Lange vingers, espresso's, wat cacaopoeder, mascarpone, eieren, suiker. Alle ingrediënten even teruglezen. Check dan gewoon hieronder even in de beschrijving. We gaan meteen beginnen met het opkloppen van die eiwitten. En daar komt meteen een soort tipje van mij bij. Ontvet je kom goed. Dat is voor eiwitten essentieel. Dat kun je natuurlijk met afwasmiddelen goed veel heet water doen. Maar als dubbele check, eigenlijk standaard doe ik altijd een klein beetje citroensap. Met een doekje, met een papiertje. In de kom, maar ook in de garnen. Dus knijp er gewoon een squeeze citroensap in. En maak het eigenlijk gewoon droog met een papiertje. Citroen ontvet namelijk extra goed. Dus ook even de garde doe ik daarmee. Dan ben je gewoon check, dan ben je safe. And better safe than sorry. En nu gaan we de eitjes scheiden. Ik heb de eiwitten dus nodig. En de eigeeltjes die heb ik ook nodig. Die gaan in een aparte kom. En ook weer een tip, gebruik er even een extra schaaltje voor. Voor het scheiden van eiwitten. Want dadelijk heb je de derde eiwit gescheiden. En dan wil je de vierde gaan doen, boven dezelfde kom. En dan komt er wel een stukje eigeel. Nee, dan kun je opnieuw beginnen en dan kun je die eiwitten eigenlijk weggooien. Dat is gewoon zonde. Dus ik doe altijd eventjes een apart kommetje. Splits je de eieren even open. Dan gaan de eigeeltjes in de ene kom. Een stukje schaal eruit. En de eiwitjes in de ontvette kom. En nu weet je gewoon, als het bij eentje misgaat, dat je maar één ei eigenlijk verpest. In plaats van dat je de hele batch weg moet doen. Het eitje overgieten. Hop. Hop. Laat het eiwit voorzichtig wegdruipen. En zorg er nou gewoon voor. Probeer ervoor te zorgen dat die eigeel heel blijft. Dan het eigeeltje bij de eigeel. Schoon eiwit bij het eiwit. En de laatste. Kom maar. Kom. Zo. Gaat de video nou toch te snel? Zet hem even pauze of lees hieronder even in de beschrijving. Bij die eigeeltjes gaat suiker. En deze gaan we dadelijk met de hand opkloppen. En die eiwitten doe ik even met het machientje. Heb je nou niet zo'n machine, heb je nog de handmixer? Heb je die ook niet? Nou, dan moet je spierballen kweken, want dan moet je het gewoon even met een garde doen. Ook het eigeel en de suikers ga ik luchtig kloppen. En je merkt als eigelen luchtig zijn dat ze eigenlijk steeds blanker worden, steeds witter worden qua kleur. Eiwit is stijf. En die eigeeltjes zijn ook mooi luchtig. Nu gaan we niet meer met de garde werken, nu gaan we echt met de spatel werken. Waarom doen we dat? We willen nu de mascarpone door het eigeel hebben. Dan de eiwitten, daar wil ik bij hebben. Ja, en je wil dat niet die lucht eruit slaan, dus dat gaan we gewoon voorzichtig spatelen. Dat doen we ook gewoon beetje voor beetje, dat je het gewoon mooi kan verwerken. Dan zit er ook nog steeds wat mascarpone bij. Klassiek Italiaans dessert. Ja, het klassieke eraan is, als je hem echt klassiek wil maken, heb je een klein scheutje liefde nodig, een klein scheutje marsala. Dat kun je dan dadelijk een beetje drizzelen over die lange vingers. Dit is de alcoholvrije versie, dus daar doen we het niet. Het is wel een vrij machtig toetje, maar dat zie je ook aan de hoeveelheid mascarpone die erin gaan. Als de mascarpone goed is opgenomen, mogen de eiwitten erbij. En ook die gaan we voorzichtig doorspatelen. Door het luchtige eiwit of eigeel mascarpone mengsel. Kijk, ondanks dat mascarpone best wel stevig is, zie je dat hij door die
luchtige eiwitten en luchtige eigelen. Dat je een heel mooie, bijna een soort mousse krijgt. En als je helemaal gemengd is, zoals nu, moet je ook niet te lang meer doorroeren. Dat is alleen maar schadelijk voor je luchtigheid. Mooie schaal. En even een bakje waar we wat espresso in gieten. Beginnen we met de lange vingers. Gewoon eventjes erin laten vallen aan allebei de kanten. En in de bak leggen. De suikerkant even aan de onderkant. Het is net iets krokanter. Leg ze niet te lang erin zoals ik nu doe. Ze zuigen zich heel snel vol. Dus echt per twee, om en om en eruit. Zo, die eerste laag is af van de lange vingers. Het begint al heerlijk te ruiken, die koffie komt erboven. Ik ruik het gewoon, de echte tiramisu lucht. En koffie is ook heel belangrijk daarvoor, voor een tiramisu. Sterker nog, tiramisu betekent til me op, lift me op. Koffie, make me awake, zeg maar. Dat. Daar komt het vandaan. Nu gaan we een laag van die crème erop doen. Maar goed verdelen. En ben je nou een tiramisu fan? Nou, heb ik heel leuk nieuws voor je. We hebben verschillende soorten tiramisu's voor je klaarstaan. Dat staat hier onderaan in de beschrijving. Nog een, zelfs een espresso martini staat erbij, ook heel erg lekker. En een vegan variant, dus zonder ei. Kan helemaal los. Oké, laag crème is klaar. Dan komt er een laag cacao, poeder. Ongeveer de helft van het bakje pakken. De andere helft hebben we straks voor de top nodig. Handig in zo'n theezeefje. Gewoon even een beetje verspreiden. Lovely. Gaan we weer een laagje doen. Het is net een lasagne. Lange vingertjes. Hop. Wil je nou een keer vroeg naar bed en denk je, ja, ik ga geen tiramisu maken. Het kan natuurlijk ook gewoon met decafé espresso. Zo, de laatste vinger. En dan gaan we hem afdekken met die laatste laag mousse. Tip, maak hem 's ochtends of in de middag als je 's avonds wil serveren. Mooi, dit is de bovenkant, dus probeer ik altijd wel wat mooier glad te strijken. Hop. En weer cacao. Voilà. Dat was hem. Dus ik ga nu de koelkast in en nu eventjes 3 uurtjes geduld. Drie uurtjes verder, keuken is keurig opgeruimd. Ik hoop dat het wachten beloond wordt. Oh, plaatje. Het is toch gewoon een plaatje. Klein hoekje is voldoende. Kijk dan. Mooi, die laagjes. Super. Dit is hem dan. Mijn alcoholvrije tiramisu. Hij ziet er heerlijk uit, maar hij moet natuurlijk ook lekker zijn. Erg lekker. Ik heb gelukkig nog een klein stukje van mezelf. Joep. Wil je dit heerlijke recept dan maken? Of een van die vele andere allerhande recepten? Nou, klik dan hier. Of hier. Wil je nou nog meer recepten zien of andere videoseries? Abonneer je dan gratis op ons YouTube kanaal Allerhande. En als je dit nou leuk vond en het is gelukt, waar ik gewoon van uitga, duimpje omhoog. En laat anders even een fotootje zien of een reactie in de comments.
hoe heerlijk je hiervan gesmuggeld hebt.